Van een gefeliciteerd met je tweede plaats hier in Heilbron. Zwaar bevlochten tweede plaats. Kun je ons een beetje door de dag meenemen? Ik ben natuurlijk heel happy met mijn tweede plek hier. Want vorig jaar heb ik bij Challenge Heilbron had ik mijn eerste start. En toen ben ik helemaal niet in de finish gekomen. Dus toen heb ik echt na 15 kilometer heb ik me op mijn neus gelegd. En nogal een zware crash gehad. Dus ik kon me eigenlijk alleen maar stijgeren dit jaar. En op weg naar Challenge Road in 2 weken wilde ik gewoon deze halve nu een beetje beter doen dan vorig jaar. En het is lekker zwaar. Het is een parcours waar ik wel van hou. En het is gewoon een hele leuke wedstrijd hier. Ik ben eigenlijk heel blij met mijn tweede plek. Maar het was wel weer zwaar. Ik weet niet, op de een of andere maniertje gaat het op het ogenblik niet zo heel soepeltjes. De eerste paar wedstrijden zoals bij Challenge Riccione en Challenge Gran Canaria, waar ik dan ook alle twee mocht winnen, daar ging het echt zo vlotjes en zo soepeltjes. Ergens is het een beetje taai. Nederlands taai. Zijn dat de bruiloftsvoorbereidingen? Daar ben ik natuurlijk wel heel druk mee bezig. En ik moet zeggen dat ik natuurlijk met mijn hoofd wel heel erg met bruidsjurk en deco en alles bezig ben. En dat vind ik ook heel leuk. Ik ben helemaal verliefd en helemaal... is wel heel mooi. Maar misschien is het niet ideaal allemaal voor de voorbereiding. Maar... Ja, maar goed. En over 2 weken dan rood. Hier was concurrentie al aan de start. Heb je al wat zwakke en sterke punten kunnen ontdekken van je tegenstanders? Ook dit jaar weer, en ook dankzij nieuwe wetsuit, mijn hup, ben ik eigenlijk met zwemmen heel erg vooruit gegaan. Dus ook echt voor anderen, voor iedereen die dit ziet, echt een motivatie. Je kan echt met zwemmen elk jaar gewoon beter worden. En ik bewijs dat. Ik word gewoon elk jaar een stukje sneller. Maar dit is dus de eerste keer dit jaar dat ik niet zo goed gezwommen ben. Dus ik heb het gaatje laten vallen en daarmee ook te goed met de meiden gemist waar ik had moeten zitten. En dat heeft dan ook wel uitgewerkt. Ik heb dus echt helemaal alleen moeten fietsen. En dat was gewoon een beetje een foutje dan. En voordat omdat mijn eigen tempo heb gefietst, ben ik dan wel weer, had ik een goed gevoel bij het lopen. En het tweede was gewoon het meest haalbare. En Daniela Zemmer, moet natuurlijk eerlijk zijn, die is gewoon elk jaar beter geworden. En tot dit jaar was ik altijd voor. Maar nu is ze gewoon, is ze gewoon sterker. En het is gewoon jong, hè. En ik hou mijn niveau. Ik ben gewoon al jaren precies hetzelfde. Nou, die jonge meiden, die worden allemaal sneller. Ik krijg het toch een beetje moeilijk mee. Goed. Mooie lessen dan richting rood. En succes daar. Ja. En dan zien we je daar. Ja, oké. Okay. Hoi.